We zijn hier op uitnodiging van de Bisschopsraad, maar ook van de Dienst voor Catechese, voor CCV, voor Parochiepastoraal, om na te denken over missionering, over missionaris zijn. En dat klinkt een beetje alsof we naar het zuiden gaan, missionaris worden, maar we denken dat we hier ook nood hebben aan missionarissen, dat we hier nood hebben om leerlingen te maken, zelf leerling te worden en anderen tot leerling te maken. En de aanleiding is eigenlijk 100 jaar Maximum Illud, een schrijver van paus Benedictus de 15e, die het over missie had. En dat was dan waarschijnlijk de missie van 100 jaar geleden. Dus vandaag wordt het wat anders. Maar daar willen we vooral accent aan geven. Hoe kunnen wij hier vandaag leerling zijn? Leerling worden en anderen tot leerling maken. We hebben pater Michel Coupin uitgenodigd om eigenlijk de voorzet te geven. Om wat met ons na te denken over wat missie vandaag hier in onze streek kan betekenen. Maar wat onze missie is. En dan hebben we 4 getuigen gevraagd die wat vertellen over hoe zij hier proberen leerlingen te maken. Hoe zij hier proberen hun geloof handen en voeten te geven en aanstekelijk te werken naar anderen. We hebben Thomas gevraagd, die is in het bisdom Antwerpen, dat is wel niet in ons bisdom, maar in het bisdom Antwerpen bezig met de multiculturele samenleving. En hij probeert daar als gelovige christen met moslims en met andere gelovigen samen te leven en te werken. We hebben Karin Mensch gevraagd, dat is iemand uit ons bisdom die in het onderwijs staat, maar die iets heel moois doet. Die nodigt regelmatig bij haar thuis, in de tuin of in de living, mensen uit om na te denken over hun geloof. En dan hebben we Tom uitgenodigd. Tom is iemand die werkt op de dienst voor de jeugd. Maar die is in zijn vrije tijd judo-trainer. En die traint kinderen, jongeren, met een mentale handicap. En die haalt uit die dienstbaarheid de kracht vanuit zijn geloof. En tenslotte hebben we Mirjam Philippens uitgenodigd. Zij is vrijgestelde voor broederlijk delen. En ze doet daar vooral het stuk dat betrokken is op de scholen. Zij probeert broederlijk delen te animeren voor de scholen, de secundaire en de lagere scholen. En we hebben haar gevraagd om te vertellen hoe ze die diaconale opdracht als gelovige ziet. En dat is niet zo gemakkelijk.